Boer Geert uit BZV poseert met nieuwe liefde. Ondanks dat Cupido in het laatste seizoen van Boer zoekt vrouw maar zelden raakschoot, zit de stemming er bij de kandidaten nog steeds goed in. Dat blijkt wel uit het gezellige Instagram-account van Annemiek, die hiermee efficiënt afrekent met haar imago als ijskonijn. Onder het motto Tour de Boer vereert de Drentse schone haar collega-deelnemers van BZV met een bezoekje. En daarin krijgen we een onthullend inkijkje in het leven van de kandidaten na hun avontuur in Boer zoekt vrouw. In een kiekje dat Annemiek dit weekend op Insta plaatste zien we bijvoorbeeld eindelijk Ingrid, de nieuwe liefde van Boer Geert. Het gaat keigoed, vertelde hij vorige week al in een openhartig interview. En de nieuwe vlam van de nuchtere Brabander valt ook in de smaak bij Annemiek. Deze Wouwie is echt Wouwie mensen, leuke Wouwie, jubelt zij in een video die in haar stories is te zien. De bijzondere roodstrip van Annemiek roept ook vragen op bij de fans van BZV. Wie is bijvoorbeeld die mysterieuze brunette aan de zijde van Geert-Jan? Nee, het is niet zijn nieuwe geliefde, maar een goede vriendin van Annemiek. Ook vragen haar volgers zich af waarom we Nienke niet zien stralen naast Boer Jan? Het zal toch niet. Volgens Annemiek is zij echter gewoon aan het werk. Geen relletjes dus, maar gewoon gezelligheid troef. Het is ze van harte gegund.